closed doors, I'm a fool for your love. Yo, kijk eens, Tomse. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag sta ik terug op Mindtopia. Wel, het is de echte Mindtopia. Ik kan niet zien. Jullie zien daar een of andere van de bank waar ik de laatste tijd een beetje problemen mee had. De laatste tijd, een paar maanden geleden. En waarom ik hier nu voor de legerbasis dus sta, is eigenlijk omdat dit de plek is waar mijn Mindtopia carrière allemaal is gestart. Maar zoals jullie weten ben ik een tijdje geleden daarmee gestopt. Het kwam omdat ik gewoon niet meer leuk vond. Ik zag er tegenop om aflevering te maken. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik speelde in mijn vrije tijd geen Mindtopia alleen voor opnames. En dan heb je er ook niks aan. Ik had dit idee al toen ik eigenlijk wou de Mindtopia serie stopte. Maar ik heb daar nooit een video van gemaakt. En ik zag het ook terug in de reacties op die video. Ik heb 50.000 euro op de bank staan. Ik heb nog een chestplate en een helmet. En die ga ik weggeven. Die ga ik weggeven om jullie te bedanken voor die tijd. Die ga ik weggeven voor de mensen die toch nog zijn gebleven. Er zijn er wel redelijk wat weggegaan, maar het waren maar een 30. Terwijl er heel veel van Mindtopia bij komen. Heel veel waren misschien ook inactief. Maar ik heb er niks meer aan en waarschijnlijk hebben jullie er nog wel iets aan. Dus wat ik ga doen, ik zal even mijn scorebord terug aanzetten. Ik heb nu 49.840, maar binnen 3 minuten krijg ik weer, ik weet niet hoeveel, maar ik krijg in ieder geval genoeg om 50.000 te halen. Die 50.000 ga ik dus weggeven. Ik kan het doen aan één iemand. Ik kan één iemand gelukkig maken met 50.000 euro. Maar dat ga ik niet doen, want er zijn heel veel mensen die het willen. Dus wat ik ga doen, is ik ga 5 mensen gelukkig maken met 10.000 euro. En dan kan nog iemand de helmet winnen. En iemand de chestplate. Ik weet dat jullie allemaal de 10.000 euro willen. Maar jullie kunnen ook nog een chestplate winnen. Gewoon normaal lichtblauw. Ik weet niet hoeveel dat die waard is. Waarschijnlijk heel weinig. En blauw... Sorry, helmet. Die kunnen jullie dus winnen. Je moet er geen rare opdrachten voor doen. Alleen even een reactie beneden achterlaten. Ik kan het gewoon weggeven. Maar ik wil dat jullie even iets leuks zeggen. Ik wil ook dat jullie even achterlaten waarom je het zou willen. Waarom dat je het geld goed kan gebruiken. Ik vind het altijd wel leuk om te lezen. En dan zie ik ook dat jullie er moeite in stoppen. En het echt willen hebben. Laat ook even weten welk dat je wilt winnen. Natuurlijk willen jullie 10.000 winnen. Maar jullie kunnen ook gewoon een blauwe chestplate en een blauwe helmet winnen. Oh ja, trouwens, laat ook zeker even je Skype achter. Ik zal nog wel even... een korte ding in de reacties en beschrijving zitten van wat je even moet doen. Dus gewoon een leuke reactie. Gewoon wat je met het geld of kledingstuk of wat dan ook wil doen. En je Skype, want dan voeg ik jou toe op mijn YouTube Skype die ik niet heel vaak meer gebruik. Maar wel handig is voor dit soort dingen. Want zo kunnen we natuurlijk afspreken waar en wanneer jij tijd hebt. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik kan 7 mensen gelukkig maken. En daarvan word ik natuurlijk ook gelukkig. Later.